klein. Ja. Wilt u misschien een fruitspiesje? Wilt u misschien een fruitspiesje? Dank u wel, alsjeblieft. Ik ben Hedy van den Berg. Ik ben, ik werk sinds 10 jaar bij PWS. Sinds 2005 als directeur-bestuurder van PWS, Patrimonium Woningstichting. Hè. De meeste mensen kennen de organisatie zo. En we zijn onlangs gefuseerd, 1 juli, met Kom Wonen. En heten nu dus anders. We heten Havensteden. En van Havensteden ben ik de bestuurder. Krooswijk is een van de wijken van Havensteden. Een wijk die ons bijzonder na aan het hart ligt, want we zijn hier van oudsher actief. Er moet natuurlijk heel veel gebeuren, maar er is ook al heel veel gebeurd. En wat ik heel bijzonder vind van deze wijk is toch de betrokkenheid van de bewoners bij wat er allemaal gebeurt. Het zijn mensen die van hun hart geen moordkuil maken en die ook recht voor hun raap zeggen wat ze ervan vinden. Maar dat past ook wel erg bij de Rotterdamse stijl en de manier van werken die ook wel bij Havensteden past. Dus we vinden elkaar altijd wel. Hoe lang doe je dit eigenlijk al heen? Ik werk al heel lang in de volkshuisvesting, eigenlijk vanaf 1985. En ik werk sinds 1993 in Rotterdam, bij meerdere organisaties, maar in 2000 bij PWS gekomen. En dat Krooswijk gebeuren, ik hoorde net een collega zeggen dat het hier in Krooswijk niet zo grootschalig gesloopt wordt. Ja. Dat spreekt toch wel meerdere Krooswijken aan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Mensen vinden het toch belangrijk om te behouden wat je hebt en wat nog goed is. Wij vinden dat ook zonde, hè, om wat er staat, om dat gewoon maar plat te gooien en te vervangen door nieuwbouw. Dus we proberen dat veel meer in stukjes te knippen en te kijken hoe staat het bezit erbij. En wat is hier de beste optie? Soms ontkom je er niet aan dat je sloopnieuwbouw moet doen, als de fundering slecht is of wat dan ook. Maar in heel veel gevallen kun je ook restaureren en renoveren. En kun je de bewoners dus gewoon laten zitten waar ze nu wonen. En de meeste Krooswijkers willen dat wel heel graag, want die willen hier niet weg. Wat is het eerstvolgende project van Havensteden? Ha, we hebben er een heleboel, maar in deze wijk gaan we vooral aan de gang met Hotel de Zon en HDK. Een hoop mensen wachten al heel lang voordat we daar kunnen starten. Het is ook een heel ingewikkeld traject geweest om het financieel rond te krijgen. Maar ik voorzie dat we eind van dit jaar daar een knoop over hebben doorgehakt en dat we daar dus ook aan de gang kunnen. Misschien is het eigenlijk geen vraag voor jou, maar wat gebeurt er met de mensen die in Hotel de Zon zitten? Daar hebben we veel contact mee met de Spaanmeijer Stichting uiteraard. Die gaan weg uit Hotel de Zon en die gaan naar een andere locatie. Daar wordt nu nog naar gezocht. Ze gaan er pas uit als we die gevonden hebben uiteraard. Maar dat gebeurt in nauw overleg met de directeur van Spaanmeijer. Die komen niet terug in Hotel de Zon in ieder geval. Maar ze krijgen wel een ander goed onderkomen waar ze bij elkaar kunnen blijven. We zijn blij dat u allemaal gekomen bent. Vanmiddag zag het er nog even slecht uit, hè, toen het zo hard regende. Maar het trekt iedere middag om 5 uur open en ook vandaag gelukkig weer. Havensteden, de nieuwe organisatie, de fusieorganisatie, PWS en Kom Wonen. En we hebben die nieuwe naam en daar krijgen we goede reacties op. Maar een hoop mensen zeggen ook, het is toch nog wel even wennen. Havensteden die heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in Krooswijk en het Oude Noorden. We hebben daar ook extra geld voor gekregen van het ministerie van Wijken, Wonen en Integratie. En dat geld dat hebben we goed besteed. Want vandaag, maar ook volgende week en ook half juli, ronden we een aantal projecten af. En is eigenlijk de hele carousel die we op gang hebben gezet om Krooswijk en Oude Noorden tot een nog mooiere wijk te maken, is eigenlijk voor een belangrijk deel ook gerealiseerd. We zijn natuurlijk nog lang niet klaar, maar dat geld is goed besteed en er zijn een paar mooie projecten voor gerealiseerd. En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ook een deel van mijn nieuwe organisatie aan u voor te stellen. En heel belangrijk daarin is Peter van Lieshout, de directeur van Centrum Noord, ook verantwoordelijk voor dit gebied. En in zijn oude functie is hij natuurlijk als directeur ontwikkeling ook betrokken geweest bij al die projecten en kan daar heel veel over vertellen. Dus ik geef hem graag de microfoon. Nee, die net al zei, we hebben een aantal projecten gerealiseerd in het Oude Noord in Krooswijk. En we staan hier vandaag om in ieder geval te vieren de oplevering van 2 projecten. En dat is het project Schut en dat is het project Marnixstraat. Alle 2 hele bijzondere projecten. Schut, heel bijzonder, omdat het echt authentieke historische panden zijn in Oud-Krooswijk. En daar hebben we er niet zoveel van. De stadsvernieuwing heeft hier natuurlijk grondig
toegeslagen. En de pakhuizen van Schut, dat waren een van de weinige historische panden die dat overleefd hebben. We hebben de keuze gemaakt daar om te renoveren, om die historische panden ook te bewaren. En ik denk dat dat ontzettend goed gelukt is. Dankzij de architect, Cardo Architecten, ik zag hem net al staan, Bart. En natuurlijk de aannemer, Hebeco, heel goed werk geleverd. En natuurlijk ook dankzij de mensen van de eigen organisatie van vastgoedontwikkeling, die de projecten goed begeleid hebben. De Marnixstraat, ja, minstens net zo'n bijzonder project, nieuwbouw. De woningen die daar stonden, dat waren oude renovatiewoningen, zo rond 1900, ooit in de stadsvernieuwing gerenoveerd. Maar op een zodanig niveau dat wij zeiden van nou, dat kan echt niet langer mee. En de bewoners die daar woonden, die onderschreven dat ook, want het herhuisvestingsproces is alles bij elkaar heel soepel verlopen. We hebben die mensen ook allemaal weer naar een andere goede woning kunnen begeleiden. Voor me staat de projectontwikkelaar van welk project? Marnixstraat, 49 woningen. En heeft u daar het hele project aan gewerkt? Ja, dat wil zeggen, schetsontwerp heb ik in handen gekregen en vanaf dat moment het verder mogen ontwikkelen tot met de realisatie. Dus een jaar voor de start van de bouw, dat was heel snel, heel ingekrompen planning, hebben we de voorbereidingen rondgekregen. En bent u tevreden over wat er is? Ik ben eigenlijk zeer tevreden. Ik vind de architectuur prachtig, ik vind het hele mooie woningen. Het binnenterrein is goed aangepakt. De architectuur noemde ik al maar Roel Steenhuis. Mooie architectuur, mooie bereiding. Aannemer heeft zeer redelijk werk geleverd, dus ik ben er heel tevreden mee. Dus kortom, twee prachtige projecten. Nou, Hedy zei het net al, we zijn nog niet klaar. We zijn op dit moment bezig met plannen voor Hotel de Zon om dat te renoveren. En natuurlijk de mensen die daar wonen, naast Hotel de Zon ligt de locatie die wij noemen HDK, dus Hendrik de Keizerstraat. Ook daarvan hopen we in ieder geval dit jaar besluit te nemen. Dat is een beetje afhankelijk van het overleg met de gemeente, om ook daar aan de slag te gaan. Ik ben Rob Evenstein, projectleider van de nieuwe organisatie Havensteden, voorheen PWS Rotterdam. Maar de vraag is ook van de Schut. Ik ben de projectleider van het project Schut de Keizer, hier gerealiseerd in de Hendrik de Keizerstraat. Ja. En bent u tevreden over het uiteindelijke resultaat? Ik ben zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat. We hebben daar een mooi gebouw neergezet. Een gebouw waarbij we de bestaande waarde van het gebouw, met name de gevel, hebben kunnen handhaven. En dat vind je terug in de afwerkingen. En als je ook naar het gebouw kijkt, is het gewoon een heel mooi gebouw geworden. Nou, ik zie het tevreden mensen voor. Ja, klopt. Dank wel. En zo gaan we langzaam maar zeker door heel de wijk heen. We hebben altijd gezegd, we doen het niet zoals in Nieuw-Krooswijk, dus de hele boel plat en dan opnieuw opbouwen. Nee, we doen het gefraseerd. We gaan van blok naar blok. En we willen gewoon de kwaliteiten, de bestaande kwaliteiten van de wijk, die willen we gewoon blijven benutten en daarop aansluiten. Nou, de plek waar we hier staan, wil ik er nog eventjes memoreren, want misschien niet iedereen die dat weet. Hier stond ook een blok, het Sparta-blok. Dat was ook heel slecht. We hebben, ja, eigenlijk was de overweging van ja, nog een keertje investeren erin. Of slopen. We hebben voor het laatste gekozen. Dat mag duidelijk zijn, anders stonden we hier natuurlijk niet. Waarom hebben we hier niet iets teruggebouwd? Omdat we juist ook kijken naar de toekomst en gezegd hebben van nou, wij willen de mogelijkheid openhouden om op termijn ook zeg maar het blok van de Marnixstraat en de Marnixstraat zelf, om te kijken of het mogelijk is om dat door te trekken en om de verbinding te maken met de Rotte. Daarom is deze plek nog niet ingevuld. Nou, tijdelijk is die wel ingevuld met een tuin. Ja, en volgens mij, als ik de bewoners zo hoor, hebben ze zoiets van nou, laat die tuin lekker staan, want het geeft ruimte in de wijk en het bevalt prima. En als je ziet van hoe die onderhouden wordt, hoe de betrokkenheid is van de mensen uit de buurt met deze tuin, en natuurlijk ook allemaal weer onder deskundige begeleiding, dan denk ik van nou, misschien is het nog niet eens een slecht idee. Maar dat zien we in de toekomst wel. Maar je ziet zelfs als loopt iets en bouw je niet gelijk iets terug, dan kan het nog een hele goede toevoeging zijn voor de wijk. Dus ik wil afsluiten met iedereen te bedanken. Als jullie zin hebben, volgens mij de projectleiders die staan daar.
En natuurlijk ook de aannemers. Dus als er vragen zijn over de projecten, ze zijn beschikbaar. Ze weten er alles van. Ook zij kunnen de uren over vertellen. En ik zou zeggen, nou goed, heel veel plezier verder met de barbecue en met het drankje wat er daarbij hoort. Bedankt.